Ja, dat begrijp ik op zich wel. Maar natuurlijk moet je dan auditie doen. En dat is wel een eng gedeelte. Hoe sta jij je voorbereid op de audities? Het is heel leuk. Dus als je het leuk vindt, dan zou ik vooral goed oefenen. Voordat je gelijk die auditie gaat doen, eerst misschien voor je vriendinnen gaat zingen. Of voor je ouders. Of voor de spiegel. Op zangles of op dansles gaan. En daar heb je misschien wel een keer het optreden. In je kamer. En dan ga je allemaal lampen neerzetten. Want op het podium zijn natuurlijk ook heel veel lampen. Dus dat er zoveel lampen op je staan. En dan doe je net alsof je helemaal tegen het publiek praat. Al zet je allemaal knuffels neer en poppen die je hebt. Vraag aan je vriendinnen wat zij ervan vinden. En je vriendinnen zijn vaak wel eerlijk. Leer je tekst gewoon zeg maar goed uit je hoofd. Want op het moment dat je goed je tekst kent, dan vertel je het veel leuker dan dat je het zeg maar echt voorleest uit je hoofd. Dan kan je het bijvoorbeeld inspreken en dan kan je het bijvoorbeeld op de fiets luisteren. En als je het heel vaak hoort, dan zit het op een gegeven moment gewoon in je hoofd en dan hoef je daar niet echt meer van. Natuurlijk zitten er geen enge monsters of zo in de jury. Kijk, die jury die weet echt wel dat het super spannend is en er kan echt wel wat misgaan en dat snappen zij vast ook wel. Iedereen is daar heel aardig, ze gaan echt wel goed voor je zorgen en het is gewoon heel gezellig. En door al die gezelligheid denk ik dat ik een stuk minder spannend zou vinden. Nou, het is natuurlijk super leuk, maar ook als jij het niet wordt is het niet zo erg, want dan heb je toch weer een nieuwe ervaring erbij. En de jury geeft je vast en zeker wel gewoon wat commentaar en dan kan je daaraan werken en dan kan je misschien later nog ooit een keer auditie voor een andere musical. Vond je dit nou een superleuke video? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op Tina's YouTube kanaal. Heb jij zelf nou ook nog een tip? Wat moet je dan doen? Hieronder in een reactie zetten. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei! Doei!